Wie lust dat nou niet? Een knapperig pistoletje, perfect gebakken biefstuk, tomatenchutney, heel veel kaas, smelt in de oven, frietjes erbij. Oh, het water loopt me nu al in de mond. We eten vandaag biefstuk met tomaat en cheddar. Wat je nodig hebt zijn volkorenpistoletjes en natuurlijk lekkere biefstukjes. Dan ga ik een tomatenchutney maken. Die maak ik met trostomaten, balsamico azijn en rode ui. Ik ga ook nog wat sla op de broodjes doen. En verder ga ik ook nog lekker veel kaas gebruiken. Dat is cheddar. Die ligt bij mij eventjes in de koelkast, want die moet goed koud blijven om te raspen. En ik heb Franse frietjes en die bak ik in de oven. Die staat op 200 graden, dus ik ga ze ook meteen erin doen. Op een bakplaat met bakpapier. Verdeel ze zo goed mogelijk over de bakplaat. Dan gaat de zonnebloemolie overheen. Dat is die, ja. En een beetje zout. En dat zout, dat heeft ook een functie, want misschien heb je ook wel eens gedacht, oh, ovenfriet, laat maar. Dat blijft altijd hartstikke slap. Het is nooit zo lekker als wanneer je het bij de snackbar haalt. Nou, een paar tips. Sowieso zout gebruiken, want dat onttrekt vocht aan die frietjes. Zorgt ervoor dat ze dus knapperiger worden. En laat ze gewoon even wat langer in de oven zitten. Kijk, elke oven werkt verschillend. En er staat natuurlijk altijd een tijd op de verpakking. En die klopt meestal wel ongeveer. Maar eerlijk is eerlijk, mijn frietjes thuis, die gooi ik gewoon net 5 à 10 minuten zelfs wel langer in de oven. En dan zijn ze eigenlijk altijd wel knapperig. Ook handig om ze eventjes halverwege een keer om te scheppen, zodat ze helemaal rondom lekker knapperig worden. Deze gaan de oven in. Ongeveer een half uur dus, maar we gaan het straks even checken. Dan ga ik een tomatenchutney maken. En in plaats van ketchup eigenlijk. Leuk om een keer zelf een soort tomatensaus te maken. Daarvoor heb ik een pannetje. Die zet ik eventjes vast op het vuur. En ik snipper een rode ui. Dan verhit ik een klein beetje zonnebloemolie in het pannetje. En de tomatenchutney is natuurlijk eigenlijk een soort tomatenkompot. Dus die maak je zoet, die maak je een beetje zuur. En ik maak het vandaag van tomaat, maar dat kun je natuurlijk ook van andere ingrediënten maken. Denk een keer aan een paprika chutney, kan ook heel lekker zijn. Ik fruit de uitjes tot ze mooi glazig zijn. En terwijl die lekker aan het fruiten zijn, snij ik de trostomaten in blokjes. Trostomaten zijn natuurlijk vaak wat zoeter. Die hebben nog een tijdje aan de tak gezeten. Die rijpen ook door, thuis zelfs. Als je ze op de fruitschaal hebt liggen. Ik heb het wel eens vaker verteld, maar alsjeblieft bewaar je tomaten niet in de koelkast. Ik zie nog steeds best wel veel mensen dat gewoon doen. Maar tomaten kunnen die kou helemaal niet verdragen. Ze worden zetmelerig, ze worden minder zoet. Ze worden er echt niet lekker van. Dus gewoon op de fruitschaal. Daar kunnen ze echt nog een hele tijd liggen. Ik snij ze in blokjes vrij grof. Want ze moeten eerst eventjes lekker stoven in de pan. En straks stamp ik ze ook nog fijn, totdat het een mooie egale chutney is. En ik laat de zaadlijsten erin zitten. Want dat vocht kan je eigenlijk wel gebruiken zo meteen bij het stoven. Dan gaat de tomaat bij de ui. Ik schep het even goed om. Hier gaan nog 2 eetlepels balsamico azijn bij. Die heeft natuurlijk al een beetje wat zoetheid. Een schep suiker. Die heb je vast nog wel in huis, gewoon uit de voorraadkast of zo. Dat mag witte suiker zijn, dat mag bruine suiker zijn. Dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. 1 eetlepel.
En om dat zoet-zure nog een beetje in balans te brengen, ook een snufje zout. Breng ik dit eventjes tegen de kook aan. Dan gaat de deksel op de pan. Dan zet ik het vuur laag. En dan laat ik hem ongeveer een kwartiertje stoven. Lekkere tomatenchutney. Prima basis. Maar dat, precies hetzelfde kun je ook doen met uien. Dan maak je een soort zoet-zure uien eigenlijk. Nog een pannetje hier. Daar verhit ik ook zonnebloemolie in. Ongeveer 2 eetlepels. Daar gaan gesneden uieringen in. Ook rode uien heb ik hier. Vuur even ietsje zachter. Gaat een beetje hard. Deze laat ik ook even ietsje zachter worden. En omdat ik dus nu een product heb waar niet zoveel vocht in zit. Wel een beetje natuurlijk, maar een stuk minder dan in tomaten. Voeg ik een scheutje water toe. En verder breng ik hem op smaak met dezelfde smaakmakers. Namelijk balsamicoazijn. Ook weer 2 eetlepels. En exact hetzelfde, 1 eetlepel suiker. En mocht je nou thuis de keuze hebben en je hebt bruine bastardsuiker in huis, dan is dat ook wel echt lekker. Want dat geeft toch een beetje, met die uien die natuurlijk behoorlijk intens van smaak zijn, net iets meer die karamelsmaak. Maar een eetlepel gewone suiker kan ook. En ik vind het eigenlijk ook wel geinig dat je met precies dezelfde ingrediënten een lekker chutneytje maakt, maar dan met 2 verschillende smaken. Ook deze roer ik weer even goed door met een klein snufje zout. En dan mag ook deze 15 minuutjes pruttelen. Oké, het is weer vrijdag en op vrijdag heb ik altijd leuke barbecue tips. En deze keer eentje die ik heel leuk vind. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen, want ik maak pizza's op de barbecue met Wout. Zo, Nou, ik vind het een prima taakverdeling. Ja. Wat barbecuen we vandaag? Pizza? Ja, natuurlijk, pizza! Yay! Hey Wout, mag ik binnenkomen? Hey Roberta, kom verder. Dank je. Wauw, wat een plek! Ja, dankjewel. Ik zie daar een kas, ik zie een buitenkeuken, ik zie zelfs een pizzaoven, een mooie barbecue. We gaan vandaag pizza maken op de barbecue. Ja, kom. Ik heb er zin in. Als ik pizza's maak, dan vind ik het vaak wel het lekkerst om het deeg helemaal zelf te maken. Dus dat gaan we doen. Dit is 500 gram bloem. Daar gaat zout bij. Zout geeft natuurlijk en smaak, maar zorgt er ook voor dat het deeg krokanter wordt. Dan heb ik hier een zakje gist. Dat is 7 gram. En daarna gaat er 300 milliliter lauwwarm water bij. En dan roer ik hem door totdat ik niet meer kan roeren. En dan ga ik kneden. Zo, poeh. Nou, ik vind het een prima taakverdeling. Neem nog lekker een slokje, zou ik zeggen. Geen probleem. Goed, kijk, deze is uitgekneed. Dan gaat hij in een kom. Er gaat een vochtige theedoek overheen. Dit moet een uur rijzen. Dus deze moet even staan. En na een uur ziet hij er zo uit. Verdubbeld in hoeveelheid. Ik maak hem heel eventjes ietsjes compacter, anders kun je hem bijna niet verwerken. En dan verdeel ik hem in 8 porties, want dat kan je hier eigenlijk ongeveer uithalen. Niet 8 grote pizza's, maar wel 8 kleintjes. Nou, en deze, die moeten even opbollen. Dus wat ik doe, is er eigenlijk een soort bolletjes van maken. Door ze een beetje aan de onderkant naar elkaar toe te trekken. Dan mag hier weer een vochtige theedoek overheen. En dan kunnen ze nog een half uurtje rijzen. Tadaa! Ja, mooi. Ze zijn klaar om gerold te worden. Dat doen we op semola. Semola is eigenlijk een soort grof griesmeel. Niet te verwarren met het griesmeel waar je pudding van maakt. Die semola zorgt ervoor dat de pizza niet plakt en niet vastplakt aan je pizzasteen. En dan rol ik hem tot 2-3 mm uit. Dus echt lekker Italian style, dun en crispy. Hoe leuk is dit om te doen? Ja, zeker. Het worden mooie, redelijk ronde pizza's. Niet zo lekker als vers pizzadeeg. De frietjes, die schep ik nu eventjes om. Kijk, en je voelt het, ze zijn nu echt nog zacht, hè?
En daarom is het ook zo belangrijk dat je ze zoveel mogelijk verdeelt over de bakplaats. Zodat ze echt de tijd en de ruimte krijgen om knapperig te bakken. Maar ik beloof je, het komt goed. Dan bak ik ook nog even pistoletjes af. Want dit is dus een broodje met biefstuk. Dus deze gaan ook even in de oven erbij. Ik heb ook nog een kijkersvraag, Alberta. Oh. Vertel. Heeft het zin om je grill aan te zetten bij die frietjes? Gaat het dan nog beter, sneller, makkelijker, mooier? Nou, je kunt natuurlijk aan het einde dat dan wel een tikje geven. Maar als je dat nu al zou doen, is het dan verbranden ze. Grill is echt best wel heftig, hoor. En ik weet toevallig van deze oven dat het echt een soort vulkaan is. Oh ja, nee, oké. Okay. Dus, maar dat kun je aan het einde wel doen. Ja. Om nog even een mooi goudgeel korstje te geven. Precies. Dan een lesje biefstuk bakken. Want dit broodje is natuurlijk gewoon biefstuk met kaas. Dus die biefstuk wil je goed bakken. En daarvoor zorg je dat die pan goed heet is. En dan bedoel ik echt goed, goed heet. En de biefstuk moet natuurlijk goed op kamertemperatuur zijn. Ik gooi alvast wat zonnebloemolie in de pan. Zelf bak ik biefstuk eigenlijk altijd in olie. En als ik roomboter toevoeg, dan doe ik dat ergens halverwege. Zodat hij wel die smaak van de roomboter krijgt, maar ik bak hem er niet in. Want ik wil het echt op hoge temperatuur doen. En die boter, dat gaat alleen maar verbranden door de eiwitten. De biefstuk, die dep ik altijd goed droog. Gewoon met een stukje keukenpapier. En ik ben dol op wat dikkere biefstukken zoals deze. Dat is ook makkelijker bakken, hè? Want hoe dunner die biefstuk is, hoe makkelijker die doorslaat. En ik vind het toch altijd wel echt lekker als die mooi rood is aan de binnenkant. En ik zout de biefstukken altijd van tevoren. Daar zijn de meningen over verdeeld. Sommige mensen zeggen dat je dat echt pas mag doen nadat je het gebakken hebt. Maar ook hierin, het zout, net zoals bij de frietjes, onttrekt vocht. En ook dat zorgt weer juist voor een krokant, knapperig korstje. En dat korstje vind ik zelf persoonlijk het lekkerste bij vlees. Dus die moet helemaal goed zijn. Als de olie goed heet is. En dat moet je altijd even checken. En hoe doe je dat nou? De 3-seconden regel. Als jij je hand 3 seconden boven de pan kunt houden. En dan moet je hem echt wegtrekken. Dan weet je dat hij goed is. Nou, dat is dus nog niet zo. Dus ik zet hem eventjes ietsjes hoger. Gaan we het nog een keer proberen. 1, 2... En een half, 3. De biefstukken gaan in de pan. En dan geef ik ze wel echt even de tijd, want ze moeten karamelliseren. Ik ga er nou niet meteen als een malle aanlopen draaien en flippen of bewegen in de pan. Laat gewoon echt even het contact tussen het vlees en de pan er zijn. En die hitte, die zorgt ervoor dat je dat lekkere randje krijgt. Ik weet zeker dat mensen zich moeten bedwingen om dan toch niet... Ik heb het ook, hoor. Oh ja. Dat ik echt denk, zal ik niet, zal ik wel? Nee. Maar op de een of andere manier hoor je het ook soort van aan het gesis. Want het gesis begint nu te veranderen. Je ruikt ook wel wat. Nu ga ik wiebelen. Dan gaat het vuur ietsjes omlaag, want die pan is nu hartstikke heet. En dan draai ik ze om. Dan geef je de andere kant ook nog eventjes de tijd. Die mag ietsjes korter. Dus laten we ervan uitgaan dat bij deze dikte biefstuk de ene kant 3 minuten is en de andere kant 2. Leg ik ook alvast wat aluminiumfolie klaar, zodat ik ze echt kan inpakken en dat ze eventjes goed kunnen rusten. Dan gaan ze eruit op het bordje. Deze dek ik goed af met wat folie. En door dat rusten zullen die vleessappen weer in dat vlees trekken. Dat geeft natuurlijk gewoon smaak en dat zorgt er ook voor dat hij lekker mals en sappig blijft. Dan haal ik vast de broodjes uit de oven, want die zijn natuurlijk nu weer lekker gebakken. En zorg wel dat ze nog niet bruin zijn, want uiteindelijk geef ik ze zo meteen ook nog een tikkie met die kaas eroverheen. Dus dan garen ze ook nog even door. Oké. Het gros van de dingen staat klaar. Ik ben nog niet helemaal klaar.
Maar hetzelfde geldt natuurlijk bij de pizza's, want daar had ik het deegje gemaakt. Nu gaan we ze beleggen. Zo, poeh. Nou, ik vind het een prima taakverdeling. Ja, ja. Wat barbecuen we vandaag? Pizza? Ja, natuurlijk, pizza! Yay! Pizzabodems zijn klaar. Nou, mijn favoriete pizza blijft toch echt wel gewone margarita, hoor jij? Nee, gewoon met salami. Serieus? Ja. Jammer voor je. Kijk. Gewoon een klein beetje saus en je weet het, hè, aan de zijkant een randje vrij laten. Dan mozzarella. En mozzarella die kun je dus het beste gewoon scheuren en niet in plakjes snijden. En dan maken we hem af met natuurlijk parmezaanskaas. En dan kunnen ze op de barbecue. Ja, ik zal de pizzaschep even pakken. Ja, heel graag. Als je nou pizza op een barbecue wilt bereiden, dan moet je wel een barbecue met deksel hebben. Idealiter ook met een pizzasteen. En verwarm hem ongeveer tot 200 graden. Dan heb je 5 minuutjes baktijd. En kijk, hoe hoger, hoe beter. Maar dan moet je er wel met je neus bovenop. Dus dit is eigenlijk altijd wel prettig, die temperatuur. Om die pizza net eventjes een beetje een extra kick te geven, is het natuurlijk lekker om chiliolie in huis te hebben. En die kun je natuurlijk ook zelf maken. Ik heb een pannetje nodig. Daar gaat 750 ml olijfolie in. Dan gaan er pepers bij. Best wel heel erg veel. Ongeveer 100 gram. Ik heb hier rode chilipepers. En ik heb hier 50 gram Madame Jeannette pepers. Dan gaan er nog 6 eetlepels chilivlokken bij. En dan gaan er nog 6 tenen knoflook bij. Deze gaan erin. En dan mag dit echt niet te heet worden. Dus ik haal hem van het vuur af en laat hem even goed afkoelen. Als de olie is afgekoeld, dan pak je er een gesteriliseerde pot bij. En dan schep ik de pepers er eerst eventjes in. Dan giet ik daarna voorzichtig de olie erop. Wat een timing. Pizza's zijn klaar. Oh, chiliolie is klaar. Beleggen maar. Want we gaan een margarita deluxe maken met burrata. Oeh, de romigheid komt eruit. Als jij nou even wat basilicum plukt. Ja. En hier gaan dan nog de pittige pepers overheen. Ja, lekker. De fuego. Mogen we eindelijk proeven? Ik zou zeggen, neem een mini pizza. Lekker. Mmm. Dit is toch lekker? Ja, heerlijk die burrata. Mmm. Oeh, fuego. Ik voel hem. En de pit inderdaad. Ja. We hebben even moeten wachten, maar dan is hij er ook. De pizza. Ja. Is toch niks lekkerder dan gewoon zo'n klassieke smaakcombinatie op zo'n pizza. Ik vind het gewoon eigenlijk de lekkerste, de margarita. Deze had natuurlijk wel de burrata en die heerlijke chiliolie. Ik zou het een keer maken thuis, want op een barbecue smaakt die echt helemaal anders. Oké, ik heb hier een pannetje met chutney. Kijk, en je ziet het al, hij is nog best wel waterig, maar ik stamp hem fijn met de stamper. En een chutney mag een beetje grof zijn, hè? Dus hij hoeft niet helemaal tot puree gestampt worden. Gewoon lekker een paar stukjes tomaat erin laten zitten. En dan zet je het vuur ietsjes omhoog, zodat die kan inkoken. En dat inkoken doe je gewoon tot de gewenste dikte. En ik wil hem straks natuurlijk kunnen gebruiken om frietjes in te dippen. Of lekker een beetje op het broodje te doen. Dus hij mag wel echt een beetje, ja, bijna marmeladeachtig zijn. Spiek ik ook eventjes bij de uien. Of die ook goed gaan. Die zet ik ietsjes lager. Die hoef je verder niet fijn te stampen, dat laat je gewoon lekker zo. Ik had beloofd dat het broodjes met biefstuk en heel veel kaas zou worden. Dus, ik heb hier een lekker stuk cheddar liggen. En deze rasp ik even grof op de blokrasp. En cheddar is natuurlijk een perfecte smeltkaas. En het handige is als je die blokrasp op zijn zijkant legt, dan maak je er eigenlijk een soort opvangbakje van. Ja, dit broodje is een beetje geïnspireerd op de Philly cheesesteak. Dat is een broodje wat ze in Amerika veel eten. En bij veel delis en broodjeszaken in Nederland kun je het ook alweer terugvinden. Super lekker vind ik het zelf. Het is daar bedacht door een meneer die een hotdog stand had. Ik weet zelfs hoe die heet. Pat Olivieri was het. En rond 1930 heeft hij dit broodje bedacht. Gewoon om eens een keer wat anders te doen dan alleen maar steeds die hotdog. En het werd een succes. En dat is het nog steeds. En inmiddels in Nederland ook gelukkig. Oké, dan heb ik hier de kaas geraspt. Dat doe ik eventjes in een bakje. Ik snij de broodjes open. En
En nu ze ook een klein beetje afgekoeld zijn, kun je ze iets makkelijker snijden. Misschien heb je ooit wel eens net een afbakbroodje uit de oven gehaald en meteen met dat mes er doorheen. Dan breekt hij eigenlijk bijna open. Dus laat hem gewoon altijd net even afkoelen. Dan kun je er makkelijker mooie inkepingen in snijden. Ik snij hem net niet helemaal door. Leg ik ze weer even aan de kant, zodat ik alles kan voorbereiden om de broodjes te beleggen. Een bakplaat met bakpapier. Het is het makkelijkst om ze daar eigenlijk op te bouwen. Maar eerst snij ik het vlees dat gerust heeft. Ja, volgens mij zijn ze mooi rood van binnen. En dat doe je natuurlijk altijd met een scherp mes. Dan kijk je altijd even hoe de draad loopt. In dit geval loopt hij zo, dus dat betekent dat ik hem zo snij. Je draait hem eigenlijk altijd een kwartslag. En dan maak ik er plakjes van. Kijk, nog prachtig rood van binnen. En als je dit te rood vindt, don't worry, want hij gaat zo meteen ook nog de oven in. Een paar minuutjes maar onder de grill met die kaas. Dus dan gaat hij nog ietsjes door. Ik kan het nu laten. Oké. Verzamel ik even alles om me heen. Dan gaan we bouwen. Wie gaat mee? Wie gaat mee? Sla. Kaas. Dan heb ik dus alles klaarstaan. Begin ik eventjes met de broodjes. Klein laagje tomatenchutney. In plaats van natuurlijk de ketchup. Daarbovenop gaat sla. En deze gaan wel nog even in de oven, maar die 3 minuten kunnen ze net hebben hoor, die slablaadjes. Daarbovenop gaan de plakjes vlees, de plakjes biefstuk. En daar overheen kaas. Cheddar, mooie oranje kleur. Nou, en dat doe ik natuurlijk met alle broodjes. Kijk, dit ziet er al lekker uit. Maar zometeen zet ik ze in de oven. Dan gaat die kaas lekker smelten. Ik haal eerst even de frietjes uit de oven. En tada, het zijn knapperige ovenfrietjes. Hoppatee. Ja hoor. Goudgeel. Gouden broodjes erin doen. Deze hebben nog een paar minuutjes nodig om even lekker te smelten. Ja jongens, de komende 2 weken ga je wat herhalingen zien van gerechten die je eigenlijk niet had mogen missen. Verder gaan we daarna eventjes op vakantie. Je gaat me trouwens wel online heel veel terugzien, dus maak je geen zorgen. Er is nog een hoop inspiratie. En na de zomer zijn we natuurlijk weer terug. Maar goed, aankomende maandag zie je een leuk gerechtje, namelijk een pasta met geroosterde tomaten. Verschillende soorten tomaatjes. Ik ga kleine tomaatjes en grote tomaten roosteren in de oven. Ik maak een tomatensaus daarvan met mascarpone. En verder ga ik van verse lasagnebladeren ga ik pasta maken. Dus ik snij ze eigenlijk in leuke vormen, waardoor je een soort verse pasta hebt. Het wordt heerlijk. Dat dus de komende 2 weken. Maar nu eerst dit broodje. Want kijk dan, dat ziet er lekker uit. En ik wil ook even voor de sceptici van ovenfriet laten horen hoe knapperig het wordt. Frietje. Met natuurlijk de 2 chutneys die ik heb gemaakt. De uien, de tomaten. Alle 2 hartstikke lekker. En dan een broodje met chutney, perfect gebakken biefstuk, sla en heel veel kaas. Ik proef een frietje.
heerlijk. Ik wens jullie een hele fijne zomer. Ik ben er gewoon na de zomer weer. Zoek me gewoon lekker op via YouTube, Instagram, de kanalen van Jumbo. En nu is het vakantie. Ik ga mijn broodje opeten. Dag!